Goedenavond, dames en heren. In Holland is het prachtig weer. Wij voelen ons bevoorrecht dat we hier vanavond in deze prachtige stadszaal in Pretoria op dit schitterende orgel voor u, die in zo'n grote getale gekomen bent, een concert mogen verzorgen. We willen er een feestelijke avond van maken. En dat kon u natuurlijk al horen in de openingsimprovisatie over het prachtige lied Ere zij aan God de Vader. Verstaat u Nederlands trouwens? Gelukkig. We gaan het programma vervolgen met de fantasie over op bergen en in dalen. En de improvisaties over de geestelijke liederen zijn ontstaan op basis van de inhoud van de tekst. Het begint rustig, er zit een prachtige climax in en aan het eind gaan we samen zingen. En let u dan even op het seintje van de dirigent. Daarna een fantasie over ontwaakt gij die slaapt, maar ik kom straks nog even bij u terug om het vervolg van dit programma aan te kondigen. Mijn assistent vanavond, die mij deze reis en ook de vorige reis vergezeld, is Marien Stouten.
Laat ons volgende keer een samenzangavond houden. Het klinkt prachtig. De volgende improvisatie gaat over het lied Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doom. En dat wordt uitgebeeld doordat we met het volle werk van het orgel met een triller en het pedaal gaan beginnen. U hoort de zware bastonen, u voelt ze in de vloer, hè? Heerlijk is dat. En dan bouwt het af in het midden naar een fluisterzacht koraal, Morgenglans der Eeuwigheid. Een Nederlands lied, misschien kent u het wel. En daarna bouwt het weer op naar het eind, de climax van Ontwaakt, gij die slaapt. Thank you.
Weet u wat een rondo is? In Holland hebben we heerlijke koeken. Dat zijn rondo's. Maar daar gaat het volgende muziekstuk niet over. Een rondo is een bepaald thema wat verschillende keren in een muziekstuk terugkomt. We beginnen met een vrolijk thema, dat gaat zo. En dan komt er een variatie. En dan komt dat thema weer terug. Andere variatie. En op een gegeven moment, op het eind, hoort u het in het pedaal. Met de trombone 16 voet. De rondo Eusebius is opgenomen op de cd Toccata. En die is opgenomen in de Eusebiuskerk in Arnhem. Eusebius is dus niet de componist, maar de kerk waar deze rondo van eigen hand is opgenomen. Vanmiddag
hebben we hier al een repetitie gehad, samen met het koor. En ik heb er al heel erg van genoten. Een schitterend koor. En wij gaan samen voor u uitvoeren een prachtig werk van Ivan of Ivan Diederiks. Er staat bijgeschreven waar het over gaat. Een schitterend werk. Graag uw aandacht voor dit prachtige koor.
gaat nu luisteren naar trompet en orgel. De trompetist van vanavond is Harry Venter. En wij spelen samen een prachtig koraal. Schafe kunnen sicher werden van Johann Sebastian Bach. Graag uw applaus voor Harry Venter. Prachtige muziek van Johann Sebastian Bach. We gaan het programma vervolgen met een Hollandse componist, Simon Landsman. Hij is heel bekend geworden vanwege zijn koraalboek
met 150 psalmen, wat hij schreef en wat waarschijnlijk ook nog op menig orgellessenaar in Zuid-Afrika staat. Maar hij schreef ook een aantal losse werken. Die bedoelde die ook speciaal als meditatief orgelspel. Een heel romantisch stukje met de prachtige strijkregisters van dit mooie romantische orgel. Ik zou zeggen, leun achterover, even de ogen dicht en genieten van de verstilling. Andante van Simon Landsman. Klinkt dat mooi hier, hè? Prachtig. En het is net af en toe of ik een beetje thuis ben. Ik heb thuis een studeerkamer en dan zit ik daar orgel te spelen. En dan hoor ik ook altijd de regen, hè? We gaan een hele vrolijke mars, een feestmars voor u spelen. Het doet een beetje denken aan een ander soort orgel als een pijporgel. Ook een pijporgel eigenlijk, maar wat in Holland nog wel eens door de winkelstraten rijdt. Een draaiorgel. Een feestmars en ik zou zeggen, tik lekker mee op de maat van de muziek. Nog niet klappen, dat doen we later, op de maat.
Dat gaan we nog doen vanavond. Maar eerst deze mars en tik lekker mee op de vloer. Maar wel in de maat graag. Heeft die marine druk trouwens, hè? Marine heeft het bijna nog drukker als mij. Het is fantastisch om tijdens zo'n reis een goede registrant bij je te hebben. Het is zelfs zo dat wij vanmiddag natuurlijk wel alles gerepeteerd hebben, maar heel veel dingen niet opschrijven. Heel veel registraties gewoon ook een beetje van de sfeer van het moment laten afhangen. En dat is natuurlijk fantastisch dat hij met deze reis mee is. Marine komt uit Kerkwerve. Daar wonen ongeveer een stuk of 30 mensen, geloof ik, Marie. In Zeeland. En hij studeert in Brugge aan het conservatorium. Over een jaar of 5, 6 komt hij hier concerten geven. Op een Perzische markt. Dat is een orkestwerk van oorsprong. Maar César Franck, die zei het al. Mon orgue, c'est mon orchestre. Je ziet, als je de registers, u moet in de pauze maar eens even kijken, de namen van de registers bekijkt, zie je heel veel namen van instrumenten die in een orkest terugkomen. Daarom klinkt zo'n stuk als een Perzische markt voor orkest ook heel goed op een orgel. Het vertelt het verhaal van een Oosterse prins die naar een markt gaat. U hoort in de muziek hem aankomen. Het kan zijn op zijn paard, misschien op een kameel, maar in ieder geval een bepaald ritme en dan hoort u hem op de markt aankomen. U hoort verschillende variaties in de muziek en dat beeldt uit zijn bezoek aan de verschillende marktkraampjes. En na zijn vertrek wordt het ook uitgebeeld in de muziek, dan sterft het helemaal weg tot een heel fluisterzacht slotakkoord op een Perzische markt. Thank you.
De laatste twee stukken voor de pauze. Allereerst een huldeblijk aan Mozart. Op 27 januari, afgelopen 27 januari, was het precies 250 jaar geleden dat deze talentvolle componist werd geboren. Op allerlei manieren worden er over heel de wereld concerten gegeven, aandacht besteed aan deze geniale componist. En ik ga dat voor u doen in een improvisatie over verschillende hele bekende thema's van deze componist. En we sluiten straks af met een improvisatie over Zuid-Afrikaanse liedjes. Nou is het meestal zo bij orgelconcerten dat u natuurlijk heel goed luistert. En dat is vrij passief. Luisteren is natuurlijk fantastisch. Maar als u zegt van ik ken een bepaalde melodie, hou je vooral niet in. Zing lekker mee. Verder wil ik op dit moment ook even mijn dank uitspreken aan de organisatoren van dit concert. Jan en Betty Zielman en Michael DG. Ik denk dat een applaus voor hun zeker op zijn plaats is. U hoorde zojuist die tuba. Marien, laat die tuba nog eens even horen. En als Jan dan het orgel stemt hier in deze stadszaal, dan zit hij dus met zijn oor vlak bij die pijp. Nou, los van het feit dat zijn pet dan afwaait, is hij natuurlijk ook behoorlijk doof een paar dagen. Want die tuba die geeft zoveel volume. Ik vind dit zelf de mooiste tuba die ik ooit gehoord heb. U hoort hem nog vaker vanavond. Maar eerst een ode aan Mozart. Thank you.
N. Dat gaat gebeuren met een werk van Verdi. De prachtige triomfmars uit Aida. Ook weer een werk wat origineel geschreven is voor orkest, maar wat op dit prachtige orgel fantastisch klinkt. En de opening is weer met die tuba. In de pauze kwamen er mensen naar me toe die zeiden van, hoe heet dat register ook alweer? Nou, dat is de tuba. De mooiste tuba ter wereld staat in de Stadszaal in Pretoria. De mars uit Aida van Verdi. Smetana die schreef het prachtige muziekstuk De Moldau. De Moldau is een rivier en u hoort in de muziek het kabbelen van het water.
dat u net zoveel geniet als dat wij hier bij dat orgel doen. Dat klinkt dat fantastisch, hè? Het wordt steeds mooier, lijkt het wel. Het orgel dan, het spelen niet natuurlijk. We gaan naar de toccata uit de suite gothique van Bohemond. Bohemond, Franse romantische componist, schreef een suite, maar die duurde een half uur. En wij willen in ons programma veel variatie brengen. Dus we spelen alleen de toccata. En dat is een heel virtuoos werk. U hoort in de handen, in de klavieren hele snelle passages. En op een gegeven moment komt er in het pedaal het thema, heel dreigend in mineur. En het bouwt van fluisterzacht op naar het volle werk. En daarna gaat u weer luisteren naar een solo voor trompet en orgel. Thank you.
Ooit zei iemand, waar woorden stoppen, gaat muziek verder. Ik hoef over dit schitterende stuk eigenlijk verder niks te zeggen, maar ik zat hier met kippenvel, hoendervlees, zeggen ze hier, hè, achter het orgel. Wat mooi. Echt geweldig. Volgend jaar weer. We gaan het programma vervolgen met twee improvisaties. De eerste gaat over Psalm 33, vers 9. En dan uit de oude berijming uit Nederland. Het briesend paard moet eindelijk sneven. En u hoort in de muziek de uitbeelding van de tekst. En daarna een improvisatie over het prachtige Amazing Grace. En die improvisatie draag ik vanavond op aan Jan en Ali Klein, met wie ik al deze jaren door Zuid-Afrika toer. En zonder hun enorme inzet gaan we er even staan. Kon dit niet gebeuren.
improvisatie op verzoek. We hebben in de pauze en voor het concert begon een lijst laten rondgaan en een aantal mensen hebben daar verzoeken op geschreven. Als ik ze allemaal moet honoreren, dan wordt het erg laat. Dus dat gaat niet door. Laten we afspreken dat ik de verzoekenlijst waar ik niet aan toe kom, mee naar huis neem en volgend jaar weer mee terugneem. Dan wordt het misschien dan gespeeld. In ieder geval, ik ga een medley maken, improviseren over verschillende thema's. En dat varieert van een vaderlandslied tot een geestelijk lied, tot een klassiek thema, tot een musical thema. U hoort het wel, het is een beetje de inspiratie van het moment. Geniet ervan en als u op een gegeven moment op het eind misschien een bekend volkslied hoort, uit welk land dan ook, zing uit volle borst mee. Thank you.
gaan afsluiten met een andere prachtige samenzang. En ik denk dat dat een heel toepasselijk lied is om daarmee ook de avond definitief af te sluiten. Het schitterende lied, ik wil u, o God, mijn dank betalen. En ik denk dat we dat ook staande moeten zingen. Als dank aan hem die alle eer van deze avond toekomt. Thank you.
Dames en heren, allemaal heel hartelijk bedankt voor uw komst. Ik denk dat het een mooie afsluiting was. Als u er nog niet genoeg van heeft, er is morgenmiddag om 3:30 in Noordrand, Gereformeerde Kerk, Honeydew, weer een concert. Dank u wel. Tot ziens. Ja, nog een keer.